Als Sint-Nicolaas op zijn paard door de stad rijdt en het paard staat op hol, zodat de snelheid hoger wordt dan 50 kilometer per uur, moet Sint-Nicolaas dan bekeurd worden? Nou, dit vraagstuk is wetenschappelijk alleen te beantwoorden. Allereerst moeten we in het oog houden dat wanneer een bisschop op hol staat, dan kan hij niet bekeurd worden. Hij valt onder het kerkelijk recht. Dat wil zeggen, alleen dus als hij in functie is. Het komt natuurlijk voor dat Sinterklaas in mei of in augustus de Bussum is incognito op een paard rijdt en dan de bochten te snel neemt, dan wordt hij dus gewoon bekeurd. Dan is hij tegen de gemeentelijke verordeningen. Maar is hij in functie, rijdt hij dus op 5 december, ambtshalve, te snel, dan resorteert hij onder het Vaticaan. Nu rijst de vraag, slaat een bisschop wel eens op hol? Kennis van de kerkelijke geschiedenis zal misschien niet zo groot zijn dat u die kunt beantwoorden. Ik wil dat dan graag voor u doen en ik antwoord erop, jazeker. U lacht en dat is heel bedenkelijk. Wanneer nu een bisschop op hol slaat, wat doet dan het Vaticaan? Niets. Sinterklaas krijgt dan hoogstens een briefje van een kardinaal of het niet wat kalmer kan. Maar er wordt geen werk van gemaakt, begrijpt u? Men laat dat zitten, het is bisschoppen onder elkaar en dat gaat dan de doofpot in, begrijpt u wel? Maar als Sinterklaas nu eens met 80 kilometer door de stad snelt, want ik ga natuurlijk door, hè. Dat vindt het Vaticaan ook niet erg. Rome onderzoekt het geval, het komt in behandeling, men bekijkt dat en men komt dan tot de conclusie dat de man haast had. En nu het geval, ik wou nog even verder gaan, 120 kilometer. Ja, dat wordt natuurlijk bedenkelijker. Dat is een spoedgeval. Hè? Dat wordt dan ook onderzocht en dan blijkt meestal dat het geen echte Sinterklaas is.